الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. Geliefde broeders en zusters, in deze tijd van materialisme, in deze tijd waarin materialisme dominant is geworden, in deze tijd waarin velen gezonken zijn in de oceaan van het wereldse, in deze tijd van verderf, van moord, van oorlogen, in deze tijd is het juist belangrijk om dichter bij onszelf te blijven. In deze tijd is het juist belangrijk om terug te gaan naar de basis waaruit wij zijn gekomen. Het is belangrijk, geliefde broeders en zusters, om even jezelf af te zonderen. Af te zonderen van het wereldse en om een reis af te leggen richting het hiernamaals. Het is niet moeilijk, maar het is wel een uitdaging om jezelf op dat niveau te plaatsen. Dat je je kunt inbeelden hoe de reis zal gaan van hier naar daar. Want alle mensen, en ik leg de nadruk bij de term mensen, niet gelovigen. Alle mensen weten dat dit een tijdelijke reis is. Alle mensen weten dat wij dit leven hoe dan ook een dag, een moment op een dag of op een moment moeten verlaten. Dat is een zekerheid wat iedere persoon erkent, gelovig of niet. Dat niemand eeuwig is. Dat alles wat leeft op een gegeven moment doodgaat. En daarom is het belangrijk, geliefde broeders en zusters, om ons niet alleen maar bezig te houden met het tijdelijke, maar dat we ook verder gaan nadenken over wat ons te wachten staat na de dood. En we kunnen daar urenlang over spreken. Ik ben van plan om 2 of 3 preken hieraan toe te wijden, zodat we bewuster worden van wat ons, inshallah ta'ala, te wachten staat, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden. Het zijn geen fabeltjes, het zijn geen verhalen. Het is niet een vermaak, maar het is juist een serieuze zaak waar we ons op moeten voorbereiden, geliefde broeders en zusters. En een van de prachtige werken die ik hierover heb gelezen is het boek van Tawahum van imam al-Mahasibi. En degene die de Arabisch taal machtig zijn, raad ik dat zeker aan om het te lezen. Want hij neemt jou mee in een reis naar het hiernamaals. Niet alleen maar het moment van de dood, maar ook het moment dat jij in je graf bent. Op het moment dat je gevraagd wordt. Maar ook het moment dat jij het paradijs met de wil van Allah zult binnentreden. Hoe je daar geliefden zult ontmoeten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zult tegenkomen. Dus het is een mooie reis. En met de wil van Allah zullen we enkele fragmenten daarvan bespreken. Met als doel nogmaals om ons daarop voor te bereiden. En het is belangrijk om nogmaals het inbeeldingsvermogen, als ik het zo mag zeggen, dat je dat activeert om meegenomen te worden in deze reis. En daarom is het belangrijk om je in te beelden dat je nu, op dit moment, in je kamer zit. Of op je sterfbed. Het klinkt negatief, maar het is een werkelijkheid. En we dienen soms geconfronteerd te worden, maar ook met dit soort zaken. Beeld je in dat je nu op je sterfbed ligt. En dat de engel dus doods naar jou komt. Sommigen ervaren dat als een angstig moment. Maar het is een werkelijkheid. Het kan juist een genot zijn. Het kan een moment van vermaak zijn. Een moment van genot. Als je daar goed op bent voorbereid. Beeld je in dat hij naar jou komt. Om de ziel uit je lichaam te halen. En dat is geen makkelijke moment, geliefde broeders en zusters. Het is een moment waarin de ziel die je altijd hebt meegenomen, jouw lichaam moet verlaten en om terug te keren naar zijn Heer. Dus beeld je in dat je oog in oog met de engel dus dood bent. Oog in oog dat je ziet hoe hij de ziel uit je lichaam haalt. Dat geliefden misschien om jou heen zijn, je hoort ze, je ziet ze, maar je kunt ze niet toespreken. Je kunt ze niet om hulp vragen. Je kunt ze niet vragen om iets voor jou op dat moment te betekenen. Want het is een vertrek. Het is een andere dimensie. Je verlaat dit leven.
Je verlaat tijd, je verlaat ruimte, je verlaat wereldse, je verlaat je bezittingen, je geliefden, je kinderen, je ouders, je man, je vader, je broer. Iedereen ga je op dat moment verlaten. Wat zal jouw zorg op dat moment zijn? Je BMW, of je auto, of je scooter, of je PlayStation, of je carrière, of je positie en aanzien, of je saldo op de rekening? Dat zal niet jouw zorg zijn op dat moment. Jouw zorg op dat moment zijn, waar zal ik heen gaan? Wat zal mijn eindbestemming zijn? En Allah subhanahu wa ta'ala, alvorens je het paradijs binnentreedt, geeft hij jou enkele tekenen. Tijdens de dood, in je graf, tot het moment dat je het paradijs zult betreden. Voorziet hij jou van bepaalde tekenen om jou gerust te stellen. Mits je daar natuurlijk op bent voorbereid. En in die afwachtende houding, geliefde broeder en zuster, in die afwachtende houding zie je de engel die jouw ziel komt halen in de beste toestanden. In de beste manier hoe hij door Allah subhanahu wa ta'ala is gecreëerd. In de meest schone houding die een engel zou kunnen hebben. Dat stelt jou gerust. Dat stelt jou gerust. Want iets wat mooi is, zorgt ervoor dat je vreugde van binnenuit ervaart. En je ziet ook dat de engelen jou omsingelen. De engelen jou geruststellen. Niet alleen maar door hun aanwezigheid, maar ook woorden die zij uitspreken. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt, innal ladhina qalu rabbuna Allah, zij die zeiden, Allah is onze Heer, thumma istaqamu, dat is belangrijk, en uiterst hun best hebben gedaan om het rechte pad te blijven bewandelen, om een goed mens te zijn, om een ander te dienen, om Allah te gehoorzamen. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Niemand verwacht van jou dat je perfect bent, maar Allah azza wa jalla verwacht van jou dat je je best hebt gedaan om een goed mens te zijn. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika. En het mooie van de Arabische taal is het gevoel wat die woorden jou laten ervaren zonder dat je de betekenis ervan begrijpt. Tatanazzalu duidt een proces aan, niet een moment. Tatanazzalu betekent dat de engelen blijven neerdalen als een teken van goedheid. Ze blijven neerdalen om jou gerust te stellen. Tatanazzalu alayhimul malaika. Voor wie? Speciaal voor die persoon die op dat moment zijn laatste adem uitblaast. Om wat? Om jou gerust te stellen over je bank. Rekening die je achter hebt gelaten, je saldo, of je huizen, of wie dan ook. Nee, om jouw succes te garanderen. Succes wat eeuwig is. Succes van het hiernamaals. Allah taghafu, wa la tahzanu. Vrees niet, en wees ook niet bedroefd. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Verheug juist op wat jullie te wachten staat. Op het paradijs die jullie is toegezegd. Allah azza wa jalla zegt in een hadith Qudusi, a'adattu li'ibadi, ik heb voor mijn dienaren iets voorbereid. A'adattu li'ibadi, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ik heb voor mijn dienaren iets voorbereid. Wat het oog nog nooit heeft gezien. Waar de oren nog nooit van hebben gehoord. Sterker nog, wat nog nooit in jou is opgekomen. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Wij zijn jullie vrienden, jullie gezelschap in dit leven en het hiernamaals. Je bent in gezelschap van de engelen. Je bent in gezelschap van de meest uitverkoren schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarin is voor jullie wat jullie zielen begeren. Het paradijs is een plek waarin de gelovige wordt beloond. Daar wordt er niet van jou verwacht dat jij hard gaat werken. Maar hier is juist het moment om je daarop voor te bereiden. Het is nu even hard werken met als doel om eeuwig te genieten. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي. Ook de term ما in Arabisch duidt alles aan. Alles wat in jou opkomt.
ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. En het laatste waar de engelen mee afsluiten. En je bent in gastverblijf van de vergevende en de meest barmhartige. Allah subhanahu wa ta'ala. Op het moment dat jij bij een minister, bij een burgemeester, bij een bekende te gast bent, dan voel je je vereerd. Je voelt je op een bepaalde positie. Je voelt je blij. Maar hoe zou je je voelen op het moment dat je in het paradijs van de schepper zit? Op het moment dat de poorten van het paradijs voor je open gaan. Dit moment, geliefde broeders en zusters, zal ons doel of een van de doelen moeten zijn. Dat je op dat moment niet eraan wil denken dat er nog iemand is die je onrecht hebt aangedaan. Dat er nog iemand is over wie je hebt geroddeld. Dat je nog familieleden hebt met wie je nog geschillen moet oplossen. Dat er nog mensen zijn die je geld terug moet geven. Dat je gebeden niet op tijd zijn verricht. Dat je je niet hebt gehouden aan de wetten en de regels van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is het moment om daarover te reflecteren. En om je op dat moment voor te bereiden. Want sommigen van ons denken bij zichzelf, het zal nog komen, maar ik weet niet wanneer. Dus ik heb nog even tijd. En dat is een van de wapens van de duivel, van de shaitaan. Dat hij jou in staat krijgt om uit te stellen. Het komt nog wel. Maar een zekerheid heb je niet. Het kan nu gebeuren. Het kan over een uur, over een week, over een maand, over een jaar. Niemand heeft daar controle over. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. In een mooie vers in de Koran zegt Allah azza wa jalla over de dood. Al-maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wanneer je van iets wegvlucht, dan wordt het afstand tussen jou en dat waarvan je wegvlucht groter. Behalve bij de dood. Hoe meer je wegvlucht, hoe dichter bij je dood komt. Dat is een werkelijkheid. Want dat is iets wat Allah azza wa jalla op deze manier heeft gecreëerd. In een ander vers zegt Allah azza wa jalla dat de dood ons zal treffen waar dan ook. Al zitten wij in beveiligde torens. De dood zal jou treffen. Want dood heeft geen plek, geen tijd, geen moment. Daarom is het, geliefde broeders en zusters, onbelangrijk om bewuster te worden. Niet angstig door het leven gaan. Dit soort verhalen vinden we in de Koran. Niet om jou angstig te maken, maar juist om jou bewust te maken van het belang hiervan om vervolgens ernaar te werken. Dit voorbeeld hebben we geschetst van een succesvolle persoon die het leven op een goede manier heeft afgesloten. Maar er is de andere kant van de medaille, dat jij mogelijk door onrecht wat je hebt aangedaan, door andere zaken, mogen Allah ons daarvoor behoeden en ons allen het paradijs doen binnentreden, dat je de andere kant meekrijgt. Dat juist de engel in de engelen met donkere gezichten jou zullen komen bezoeken. In een toestand waar je niet vrolijk van wordt. Engelen die jou niet geruststellen, maar jou vertellen dat er iets ernstigs op jou zit te wachten. Mocht Allah azza wa jalla ons allen daarvoor behoeden. Mocht Allah azza wa jalla ons de kracht geven om het maximale uit onze leven te halen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharri ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma wa ajirna allahumma min an-nar bi'afwik. Allahumma ajirna min an-nar bi'afwik. Allahumma ajirna min an-nar bi'afwik wa adkhilna al-jannata bi rahmatik ya عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخ يطلب الدعاء لأبيه المريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. اللهم اشفيه واشفي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.